De ABO, de Democratische Unie dus en CECA gaan een samenwerking aan voor de komende verkiezingen. De samenwerkingsovereenkomst werd ondertekend door Ronnie Brunswijk van de ABO, Alfred Amusi van Democratische Unie Suriname en Paul Abena van CECA. De ondertekening vond plaats in het partijcentrum van de ABO. De partijen hebben zich met deze ondertekening gecommitteerd om de sociale, economische, educatieve en politieke belangen van het volk te behartigen. De huidige NDP-regering biedt volgens Brunswijk geen perspectieven voor Suriname. Alleen door bundeling kan de NDP in 2020 verslagen worden. We gaan vechten tegen de NDP. En met tegen alle die contact met spiert, met zorgen dat hij minister NPS, hoe gaat het tegen NPS, minister VAP, hoe gaat het tegen VAP, of de trapje. Maar NDP, de kadusale wani, de kadusale wani, a partij ABO PC, we gaan verslaan NDP in 2020. Aldus ABOP-voorzitter Ronnie Brunswijk gisteren bij de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst tussen ABOP, DUS en CECA.